geregeld... te trekken uit Paramaribo vliegtuigen met mensen en materieel naar het zuidwesten. Waar onderzoekingen de aanwezigheid van grote bauxietlagen hebben aangetoond. Diep in het oerwoud, zoals hier op een eilandje in de rivier Kuruni, zijn vliegveldjes uitgehakt... waarop de piloten hun tweemotorige Dakota's, als het maar even mogelijk is... dat wil zeggen, als zware regen er geen modderpoel van maakt... met opvallend gemak neerzetten. Het vliegveld dat de naam Kuruni draagt... ligt in het noorden van een gebied dat Brits Guyana Suriname betwist. Guyana beschouwt namelijk de Kuruni als grensrivier... terwijl Suriname de New River of Boven Corantijn als grens aanneemt. In oude traktaten is bovendien vastgesteld... dat de hele Corantijn Surinaams is, dus tot aan de Guyanese oever. Het geschil nu gaat om de bovenloop van de Corantijn. Suriname wil het water gebruiken als voeding van de stuwmeren... die in dit gebied in het kader van het ontwikkelingsplan gepland zijn. Diensten van het bureau Waterkrachtwerken... verrichten hier al verschillende jaren allerlei onderzoekingen. Onder andere om de plaats van de stuwdammen te kunnen vaststellen. Geregeld varen ambtenaren van de hydrologische dienst de rivier op... om op verschillende plaatsen en in verschillende jaargetijden... de verdampingssnelheid van het water te meten en de stroomsnelheid. Deze metingen worden in het omstreden gebied ook thans nog geregeld verricht. De ploegen werken hier steeds 3 maanden en worden dan per vliegtuig afgelost. Ook in de brede monding van de Corantijn geldt voor Suriname dat de hele rivier Surinaams is, waardoor de aanlegstijgers aan de Guyanese oever, voor zover ze in het water staan, zich eigenlijk op Surinaams gebied bevinden. Hetgeen eveneens geldt voor deze vissers bijvoorbeeld. Een merkwaardige situatie die nu ook in de aandacht is gekomen.